Oké, nou goed. Straks schrik je, hè? Dus doe die oordopjes maar uit. Nee. Oké, okay, let op. Niet. Ja. Okay, dus let op. Dit is dus de laksfokslang. Weet je waar we dit nu een beetje aan doen denken? Nee. Gewoon zo'n gans. Die oh ja? Het gemest gaat worden. Dit is geen trechter, schat. Ja. Wat je gaat doen is... Ja. Je gaat ademhalen, zoals ik een keer had uitgelegd. En dan ga je hier doorheen bubbelen. En dan ga je proberen dat die bubbels niet hoger komen dan hier. En dan ga je heel lang proberen vol te houden. Ja, je mag hem iets hoger houden, het slangetje. Ja, goed. Best wel lange adem al. Nou ben je klaar, denk ik. Of niet? Nee? Wauw. Groot talent. Wat we nu gaan doen is, je gaat een iets duidelijker inademen. Ja, ik ben een beetje streng, hè? Ja. Iets duidelijker inademen. Ja. En dan ga je meteen al je middenrif inzetten. Gaan we eens kijken wat er dan gebeurt. Dus we krijgen dit. Dan mag je gaan doen. Oh. Ja. Okay. Maar zag je wat er gebeurde? Ja, meer. Die ging ineens... Boem, ja. En daarna minder. Nou, het okay. idee is, dan voel je dus meteen al dit ja. op je slot. Ja. Als je daar de stem bij gaat gebruiken. Zo wat gebeurt er dan met mijn stem als ik dat dan zo dan stel? Dan had ik meteen... Dan je stemband en dan is het niet... Dus niet gelijkmatig. Oh ja. Ja. Oké. Okay. Oh, ja. Verschil. Dus als je inzet, ja. eigenlijk meteen al... En niet... Sorry. Oké. Okay. Gewoon een beetje naar de breedte. Beter. Ja, maar heb je middenrif aangespannen? Ja, daarom, stop eens even. Daarom ja. gaat hij ook in één keer kaboom. Ik wil nog één keer proberen. Ja, doe maar. Dus heel veel stil houden. Is al iets beter. Je had dus nu meteen je steun eronder, hè? Juist, heel goed. Hou maar vol. Net zo lang. En dan moet je dus de kwaliteit van het bubbelen moet je volhouden. Net zoals dat je geen adem meer hebt. Dus je gaat nu voelen dat je middenrif voor je werkt. Ja, nu zie ik het ook. Heel goed. Ja, en klaar. Oké, okay, wat is nou het verschil met de eerste keer en nu? Er moet verschil zijn al. Nee, maar de eerste keer, die allereerste keer, ja. die voelde het makkelijkst. Ja, maar toen deed je maar toen wat. Deed ik maar toen wat. Deed je gewoon kaboom. En nu, toen voelde je, oké, ik gebruik iets. Juist. Je middenrif. Ja, ik doe iets. Ja, en dan zie je ook meteen aan de bubbeltjes ja. dat ze dus gelijk blijven. Dat is het hele idee. Oké. Okay. Even kijken, waar ging ook weer de adem naartoe? Dat is heel lullig misschien, maar de adem gaat naar je longen, toch? Ja. Oké, okay, dus dit doet niet mee. Je wil heel erg dit doen. Dit is heel mooi. Ja, ik doe automatisch dat ik hier mijn adem in wil. Ik ben niet de enige, dat wil voelen iedereen. Raar, toch? Ja, omdat we denken, oh, we moeten inademen. Gaan we dit doen. Inderdaad, maar je gaat hierheen. Juist, je gaat zo. En ik denk altijd, je moet je ademhaling hier voelen, maar je moet je ademhaling hier niet voelen. En ook niet in je buik. Nee. Want dat is ook een soort, dat de buik is een reactie, dus je middenrif is een reactie op de ademstroom. Dat is een hele goede inademing. Je voelt je meteen al zekerder, want je staat en je pakt zo je adem. Dus het is in één keer, Oké, nou pakken we nog een keer de Lax-Fox methode en dan gaan we proberen om een stem in te zetten. Dus kan ik hier stem in zetten? Ja, ja, je gaat zelfs heel veel stem daarin zetten. Dus we gaan dit doen. Je pakt maar gewoon een noot wat jij fijn vindt, maakt niet uit. En die hou je heel lang vol. Terwijl ik in het dingen. Ja, ja. Echt? Ja, wel iets hoger houden. Kijk, want nou heb je hem toch... Ja. Juist. Zo, ja, jij moet het in de gaten houden, hè? Ja. Zo? Heel goed. Ja, probeer maar. Dus je let eerst op je adem. Heel goed. Heb je steun eronder? Middenrif? Ik kom nog heel lang door. Wat raar. Vind je het raar? Ja. Waarom vind je het raar? Omdat ik nooit denk dat ik zo lang achter elkaar dit kan. Nee, grappig hè? Dat denken heel veel mensen. Maar dat komt omdat ze heel vaak het al vastzetten voordat ze beginnen. Maar nu heb je het dus niet vastgezet. Want wat je nu gevoeld hebt is van oké, ik neem op een rustige manier mijn adem, maar wel volledig. Dus naar de zijkant. En dan zet je het om in klank en dan straks in praten of in zingen. Ja.
En op het moment dat je dat dan doet... Kan je heel lang, zonder dat je benauwd wordt. Juist, maar met dus wel de juiste support eronder. Ja. Als je niet de support eronder hebt, dan doe het nou eens helemaal zonder support. Dus je zet gewoon in en je gaat gewoon in en aan blazen. Okay. Ja, dat is raar, hè? Ja. Gewoon... Ja, zie je? Dan heb je niks meer. Nee. Oké, nou doen we nog een keer. En dan mag je... Heel goed. Heel goed. Nou, als je dit ongeveer 10 minuutjes doet, voordat je een video moet inspreken of live gaat, ja. Dan voel je al meteen veel meer zeker en de stembanden zijn op een hele rustige manier opgewarmd. Jij moet voelen, oké, zo nu. Werkt het dus. Zo kan ik harder praten. Juist, zo kan ik harder praten. Zo kan ik harder praten. Zie je, meteen op. En nou klinkt de stem ook meteen goed. Ik weet niet of je het door had. Klinkt het goed? Ja. Zelfs heel goed. Zal ik nog een keertje doen? Met de bubbel? Ja, rooskade. Zo, ik ga nou zachter. Juist. Stoppen. Weet je niet? Juist. Weet je, Simone, wat ik ontzettend leuk vind om te zien? Nou. Is dat jouw lichaam reageert onmiddellijk. Want ik zei, doe eens zachter. En ik zag in één keer je middenrif eronder zetten. Want je lichaam denkt meteen, ook moet helpen. Want als ik niet ga helpen, dan is mijn ademstroom weg. Nice. Oké, nou let op. Nou gaan we in kleine stukjes doen. Dus elke keer een lusje. En elke keer een beetje aandacht. Een beetje midden support. Wat doe je nu? Dat? Ja, maar wat gebeurt er nu? Dat weet ik niet. Oké, wat er nu gebeurt is dat je je middenrif niet meer gebruikt. Oké. Dus wat je eigenlijk, wat het idee is dat je dit doet. Oeh. Ja, dus je laat het middenrif, juist, dat is precies wat je okay, moet doen. Dat moet ik doen. Want dat ga je doen als je aan het spreken bent. Doe ik dan hoe? Dan doe jij hoe? Nee. Nee. Wat je gaat leren is dat je dus de support gebruikt terwijl je iets aan het zeggen bent. Dat moet ik dus nu ook aan doen. Ja. Ik heb dat van nature. Ik heb dat nu al de hele tijd. Ja. Als ik dan los ga, dan praat ik zo. Dan ben ik helemaal los. Ja. Maar nu heb ik gewoon altijd een beetje support eronder. En dat ga jij ook toepassen. Ja. Snap je? Dus daarom is het belangrijk dat je middenrif flexibel wordt. Ja. Want nu is het of aangespannen of uit. Ja. En dat kan je dus ook met die Lax Fox. Kan je trainen? Trainen, want anders sta je de hele dag. Oeh, dat hoeft natuurlijk niet. Dus je kan het heel makkelijk door die doen, met of zonder geluid. Ja. Maar omdat we nu aan het opwarmen zijn, doen we het met geluid. We doen hoe? Ja, bijvoorbeeld. Ja, en elke keer pak je je middenriff erbij. Juist. Oké. Ik vind het wel lekker. Ja, hè? Want je doet eigenlijk
eigenlijk al heel erg veel, nu met je stem. Ja. Maar als jij zo meteen een tekst moet gaan doen, dan zou je in principe nu al voelen van, oh, hey, ik ben eigenlijk veel warmer dan ik denk. Normaal, ook als je stem heel veel gebruikt, dan, maar dat is natuurlijk ook niet goed, dan word je een beetje schor. Ja. Terwijl nu voel je het ook hier warm. Oh, en waarom voelt het hier warm dan? Weet ik niet. Ik denk dat het daar resoneert. Misschien is dat wat je voelt. Ja, dat je... dat kan. Oh, en als, want dit is eigenlijk dan, ik noem dat dan maar een soort basis. Maar dat komt omdat het hier ook vaak misschien meer op slot zit. Dat kan. En dat het nu open voelt. Dat kan. Oké, okay. Even ontspannen.